Nou mensen, zoals jullie kunnen zien, de knaus, we hebben hem opgehaald. Tenminste, ik ben hem aan het ophalen. En we gaan lekker eventjes een klein maandje eventjes door Nederland toeren. Gaan we even het een en ander doen. En waarom laat ik nou zien dat ik hem ophaal? Want dat heb ik al vaker laten zien natuurlijk. Kijk, ik had nu... kijk, heb ik het water... er zit nog wat water in. Kijk, en dat laat ik er dan expres in zitten. En ik weet niet of jullie het kunnen zien... Maar kijk, het begint te bruisen, want wat heb ik nou gedaan? Ik heb in dat beetje water nog 4 van die dental tablets, denture tablets. En die gooi ik er dan in en die laat ik er nou in zitten. En dan ga ik naar huis rijden en dan gaat die heen en weer. Door het hobbelen gaat dat water helemaal er doorheen en noem maar op. En als ik dan thuis ben en ik ga het water vullen, dan spoel ik hem goed door. En dan is die tank... Dan is die bodem ook weer helemaal ruw en dan niet meer van filmlaag eroverheen. Dus dat reinigt als het ware mijn watertank onder het rijden. Ik denk, nou, dat wil ik even laten zien. Trouwens, ik moet wel, even de stofzuiger eroverheen halen. Nou, dat wou ik even laten zien. En we gaan, morgen gaan we weer rijden. Dan gaan we weg. Morgen gaan we eerst naar Friesland is de bedoeling. En dan Friesland en dan Drenthe, Overijssel, Gelderland, zo een beetje naar beneden tot Limburg en dan naar Brabant in en dan langzaam maar weer terug. Dus dat gaan we op ons gemak doen. Maar gewoon ik, we hebben er zin in. Dus die tabletten, die, kijk, dat zal ik even laten zien. Die heb ik altijd standaard hierin liggen, zodat ik het weet, zodat ik dat in ieder geval niet kan vergeten. Dat is klaar. Oh, ja. Wij doen namelijk ook altijd... Kijk, als hij in de stalling staat, doen we dit luikje open. Dan kan een beetje de eventuele condens eruit. Dat is goed. Ik heb het dashboard weer aangezet. En ik heb de bank weer in orde gemaakt. Want hieronder dus heb ik hem uitgezet van de... Oh, kijk. Die kunnen even zo. Nou, en dan ga ik rijden. Jullie gaan het verder zien. Het is altijd leuk om met de knaus weg te gaan, echt waar. Oké. Okay. Kijk, dan heeft Magal hebben we hem leeg laten lopen. Kijk hier. Even kijken. Zie je eens. En er zit er nu alleen nog maar schoon water in. En dat is hartstikke mooi is hij geworden. En Magal die gaat even dat zand even wegzuigen. Nou, Magal, laat zien. Nou, op een haar turbo zetten. Ja, ja. Kijk, het belangrijkste van Magal ligt er al in. Een boekvoerder. We hebben het water uitgetest. Werkt allemaal. Gas uitgetest. Werkt allemaal. Oh, heb je? Oké. Ja, gas ook. Koelkast nog niet. Nee. Want die gaat nog niet aan. Doen we morgen op te gaan. En gaan we zo meteen het bed opmaken enzovoort. Dus. Wanneer kleren uitzoeken. Ja, ja, ja. Nou, mensen, jullie zien het. Magal en ik zijn samen de knaus aan het inruimen. Maar gewoon nou de vesten, de regenjas en dat soort dingen allemaal aan het inruimen. En nou, ik heb het nou al leuk. Ik heb het nou al naar mijn zin. Ongelooflijk. Kijk. Oh, heb je een tijgertje? Nee, hey. Die heb ik in Spanje toch gevonden. Ik heb hem gewassen. Nee, was niet in Spanje. Die heb ik in mijn klerenkast hangen, maar iedere keer gaat dat knoopje los. Oh. Nou mensen, we hebben de knaus helemaal ingericht. Nee, nog niet helemaal. Nee, alleen de koelkast nog en de koelkast. En de laptop en zo. Ja. De elektronica. Klaar voor de trip zijn we. Morgen gaan we weg. En
Nou, we hebben er toch eigenlijk wel een beste poos over gedaan. Ja, we zijn al vanaf vanmorgen 9 uur bezig. Ja, het water moest schoon en dingen. En het zonnetje staat er nu hierin, dat kan je zien aan me. En het is heet hier binnen. Ja, maar we krijgen dus een hele mooie week, hebben we in ieder geval al gehoord. Dat is heel prettig. En we gaan dus naar Friesland. We gaan de eerste... Atake en Anja. Ja, die gaan we bezoeken. Ja. Leuk. Ze weten ervan. We hebben er vanmorgen gesproken. Het is was ook heel enthousiast. Ja. Camperlocatie Prinses Margriet... Kanaal. Prinses Margriet Kanaal. Zo heet ook het gelijknamige camperplaats. Dat is wel leuk. Ja, nou oké. Daar gaan jullie dan wel weer verder over zien. We houden deze video dus heel kort. Alleen, ik heb nog... Wat jullie nog te goed hadden van me. Dat is een heel kort stukje van een paar minuutjes over dat... Die laatste keer dat ik die met die Omnia die broodjes gebakken heb. Wat gelukt was. Dit zal ik er nog even nadoen. Want ja, daar hebben de mensen toch wel even tijd voor. En we gaan niet hier nu afsluiten en zeggen van... dankjewel voor de duimpje en blablabla. Bla, 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 nee, dat doet een neef van mij. Dat doet een neefje van ons. Nou ja, neefje. Hij is 42 jaar. Ja, hij is 42. Maar heel enthousiast. Ja, het is een schat van een joch. Ja, en, ja, dat ga je ook wel zien. Gaan ja. jullie ook wel zien. Ja. En die, is, die volgt ons namelijk ook. En die... Altijd oompje, engel, ha, 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 ha. En een tantetje mag horen. Hij weet dat hij mag geen tante en oom zeggen, maar goed, dat is wel leuk. En, oh, en ja. toen was de telefoon. Okay. Dus jullie gaan het eventjes verder zien. Oké. Nou, dit wordt dan de laatste opname van mijn broodjes afbakken in de Omni-oven. En wat heb ik nu gedaan? Ga ik jullie eventjes vertellen. Ik heb namelijk van Winnie, van Camper Travel Bubbles... Die vertelde, ik heb ook zo'n Omnia en bij mij lukt het eigenlijk altijd. Want wat doe ik? 5 minuten op hoog gas. Dus je doet de broodjes erin, 5 minuten op hoog gas. Dan zet je hem laag en dan 20 minuten aan laten staan. Het dubbele van de baktijd. En dan moet het echt gelukt zijn. Dus nu had ik hem dus hoog gezet, 5 minuten. Dan gaat hij naar de 150 graden. Dat zien jullie. Hij haalt die 200 niet in die 5 minuten. En dan laag gezet en er niet meer aangezeten. Dus ik ben nu erg, heel erg benieuwd naar dit resultaat. Oh, gasken uit. Oh, zo. Wauw. Nou, mag al. Ja. Kijk dan. Kijk dan. Ja, hartstikke mooi, maar ik vind een half uur gas voor één bolletje, vind ik wel heel mooi, dat is toch laag? Ja. En één bolletje, dat is om het uittesten. Nou, verrassend Winnie, dankjewel voor de tip. Ja. Dan weet ik dat in ieder geval ook, dat het wel lukt, maar dan moet je het op een andere manier doen. Oh, hij ziet er prachtig uit. Ik ga hem lekker opsmikkelen, mensen. Ja, nee. Ik heb hartstikke mijn best gedaan. Oké, okay. En wat zeggen we dan altijd? Eigen schuld. Ja, duimpje. Duimpje wordt gewaardeerd. En notificatiebelletje. Ja, notificatiebelletje. Ja, ja. Notificatiebelletje wordt gewaardeerd en dan krijg je een reactie terug. Kijk. Kijk.